Hey mensen, mijn naam is Colin en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog voor Core for Fun. En het is vandaag zaterdag en het is ook namelijk vandaag de EO Jongerendag. Dus vandaag ga ik vloggen op de EO Jongerendag. Ik ben nu al aanwezig, zoals jullie kunnen zien. We zijn nu even aan de zijkant, zodat niet zoveel mensen mij zien. Ik kan nog steeds niet echt in het publiek praten, dus ik heb er in ieder geval zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben, dus let's fucking go! Nou, gaat. Vorig jaar kon je... Nee! Ga zo lopen! Ja mensen, ik weet niet of jullie mee kunnen horen, maar we zitten inmiddels binnen. Man. Maar we zijn nu bezig met de opening. Ik heb er zin in, dus ik zal jullie nu even een paar stukjes laten zien. Dus veel kijkplezier! Maar ik wist niet dat hij gelovig was. Ik ben fan van Mattie en Wietse. En ik wist dat Wietse van Q Music... Had je dat gehoord van die vervanging? Ja, nee. Ik heb hem zelfs een bericht gestuurd. Van helemaal niet leuk voor hem vindt of zo. Ik heb het op Facebook gedaan. Hij kreeg een persoonlijk bericht terug van... Ja mensen, bij zo'n dag moet je natuurlijk ook Ik moet echt eten. Zo'n bordje gaan hebben voortaan. Volgend ijsje. Op zo'n dag moet je natuurlijk ook eten, want we zitten hier al een tijdje nu. En het gaat nog tot, hoe laat? Tijdje ook echt. Nou, tot 9 uur zitten we hier nog. Tot 9 uur zitten we hier nog.
Dus daarom moet je tussendoor altijd even eten. IJs. Nou, in dit geval IJs. Ik net, lekker net zwarme. Dunner, sorry. Dus nu zijn we weer langzaam onderweg naar... Gelderdoom. Bam! Ja. Bam! Je hebt de E weg gehad. Je hebt de E weg gehad. Woe! Lekker. Nee, we zijn nu dus weer onderweg naar Gelderdoom. En dan zien jullie mij daar zo meteen wel weer. En hem denk ik ook wel. Maar omdat ik ook helemaal met nassen gegooid. Het ging net echt helemaal verkeerd met Flash. Het was echt nu super leuk. Ik heb een super leuke dag gehad en nu weer richting. En dan ben ik erbij, hè? Ja, goed gezet. Maar we gaan nu richting de uitgang. Het is echt pittig druk nu. Dus jullie zien me zo meteen wel als ik buiten ben, denk ik. En het is inmiddels alweer maandag. Ja, ik heb dan zaterdagavond heb ik niet meer gevlogd. Ik was echt fucking kapot. Echt letterlijk kapot. Ik was gewoon potmoe en alles. En zondag ja, heb ik het even rustig gehouden. Heb ik niet gevlogd. Maar vonden jullie deze Eyo Jongerdag vlog heel leuk? Doe dan vooral even dat blauwe duimpje omhoog. Klik hieronder ook even op abonneren. Kom bij mijn community. Even vind ik leuk. Vind Johan leuk. Vind ik Xander leuk. En ga zo maar door. Voor nu zeg ik. Ik bedankt voor het kijken en later!